gekoud heb hier op vakantie, terwijl het 30 graden is. En ik heb geen elastiek! En hier kan je dus schildpadden vinden. We zijn aangekomen op Turtle Island. Kijk hoe prachtig het water hier is. Kijk hoe mooi. Hoe mooi is dit? Het is hier zo lekker weer. Het is hier allemaal echt mooi. Ik ben wel een aantal keer naar Griekenland geweest en dat vond ik altijd heel leuk. Maar dit eiland is echt prachtig. Het is echt heel mooi. We liggen nu een beetje op het strand. De boot hebben we daar geparkeerd. Ik heb hier een onderwatercamera. Ja, niet onderwatercamera, maar dit is mijn oude telefoon. Die heb ik in een waterdichte hoesje gedaan. En zoals jullie kunnen zien, water ook best wel helder. Dus ik hoop dat ik mooie beelden kan vastleggen. Ik heb hier een duikbril. Ik heb er 2. En een snorkel. Vroeger kon ik helemaal niet goed overweg met de snorkel, maar nu heb ik het wel geleerd. Het is heel makkelijk. Nu lekker zwemmen, even genieten van het water. En dan varen we door naar het volgende eiland. Kerry Caves, toch Bren? Kerry Caves, ongeveer 10 minuutjes verder varen. Dit is toch prachtig. Echt, ik kan hier zo van genieten. Oef, we gaan zo meteen even springen. Een duikje nemen. We zijn nu eindelijk aangekomen bij de Kerry Caves. Net waren we bij Turtle Island en nu zijn we bij Kerry Caves. Het is hier zo, oh muziek, even uit. Kijk hoe mooi. Het is hier nog helderder, Bren. Ah. Wat zei je? Oh, wat is het hier toch mooi. Hier kan je dus niet lopers naartoe gaan. Maar alleen met de boot. Oeh. Oeh. Allemaal stenen. Oh, wat is het hier toch mooi. Oh, prachtig. Ik viel bijna. Ja, probeer het via zo. Juist. Ja. Ai, 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 ai. Wat nou, joh? Ja. Ai, ai. Oh, nee. Eeuw, dit hoef ik niet te eten, hoor. We komen in Sakitostad om een hapje en een drankje te doen. Kijk hoe mooi het uitzicht is. We zitten hier zo bij de mooie jachten. Kijk hoe mooi het is. Ik was vergeten mijn voorgerecht te filmen omdat ik echt super erg honger had. Dat heb ik vandaag niet gegeten in het restaurant. Ik bedoel in het hotel. Dus ja, nu. En zij is trouwens echt tof. Ik had haar gisteren aangesproken. Ze vertelde mij waar ik moest eten. Ben ik scherp? Nee, waar ik moest eten.
waar je kon zwemmen, waar je echt mooie plekken had. Dat was echt lief. Echt een leuke meid. Oké, even iets randoms tussendoor. Waarschijnlijk hebben jullie ook de laatste tijd allemaal meegekregen dat Griekenland om in dit, om in dat, coronapaspoort, vaccinatie op terras en allemaal gezeik wat je hebt meegekregen op social media, Instagram, bla bla bla. Ik ga jullie nu één ding zeggen over Griekenland, hier in ieder geval op Zakynthos. Geen mondkapjes, geen vaccinatie, geen negatief PCR-test. Bullshit. Het enige wat je moet is bij je eigen hotel, omdat ze daar strenger controleren, moet je daar een mondkapje op. Als je bijvoorbeeld gaat eten of drinken, maar voor de rest. Geen enkele restaurant waar ik een mondkapje hoef te dragen of overal waar we zijn geweest tot nu toe, behalve in het eigen hotel. Alleen bij ontbijt en bij avondeten. Maar we zijn daar pas twee keer gaan avondeten en voor de rest waren we gewoon elke keer buiten. Maar goed, dat wilde ik even gauw in deze vlog vermelden, zodat jullie niet denken van oh, je moet dit of je moet dat. Dan weten jullie hoe het zit. And that's what I already know. Veel months ago. Maar ja, ik ga nu lekker weer wandelen. Het is heerlijk weer. En nu ik toch aan de praat ben, ik had gisteren, had ik dus deze henna laten zetten. Oh, eergisteren toch, Bren? Eergisteren. En we raakten aan de praat met een jongen en een meisje, een koppel. En ze gingen een beetje vertellen over waar ze vandaan kwamen. Het was een heel leuk, superleuk gesprek. En op een gegeven moment, want zij gingen ook henna zetten, hun waren eerder. Gingen we terug of gingen we weg? En de volgende dag wilde ik dit zetten wat ik hier heb. En die man die henna zette, die zei dus tegen mij: the girl left a message for you. Wij dachten, a message for you. Ze had dus haar Instagram op een blaadje geschreven, echt super lief, om een keer af te spreken of zo. Dus ja, zoiets maak je toch niet in alledaags mee. Dus dat vond ik wel echt heel leuk. Ook dat meisje waar ik het net over had in het restaurant, ze zei tegen mij: ja, ga niet weg voordat je naar Porto Limnios bent geweest. Porto Limnios of zoiets. Ik weet niet, Limnios. Ik weet echt niet meer. Ik heb het opgeslagen op mijn telefoon. Ze zei tegen mij: ga daarheen voordat je weggaat. Ik dacht van, oh, dit moeten we echt doen. Dus waarschijnlijk gaan we daar of morgen of overmorgen naartoe. Oké, wie de meeste de ingooi die wint, ja? Hi. Dat hier doet me echt een beetje denken aan Zuid-Frankrijk vorig jaar. En het heeft iets, laat ik het zo zeggen. Kijk, gewoon die fijne straatjes met mensen. Nu is het rustig, dus door de weekse dag. Maar het is gewoon lekker rustig. Ja, die tegels ook inderdaad. Wat doe je? Het is de allereerste mug van de hele vakantie. Mensen, ik ben net wakker. Kijk hoe lekker weer het is.
dirt shop te maken. Het is nog echt vroeg, maar het is weer echt lekker weer. We zijn een beetje te laat wakker geworden vandaag, want ontbijt is van 8 tot 10 en het is nu 10 voor 10. Dus die slaan we dan vandaag over en dan gaan we lekker buiten eten. Ik ga zo meteen even snel een frisse douche nemen. Dan ben ik ook meer wakker en ik ga ze dan een duikje nemen. Kijk. Oh, lekker dit. Wacht, even laten zien. Even kijken of het water warm is nu. Oh, ik kan er net niet bij. Good morning. Maar zometeen gaan we dus naar Banana Beach toe. En daar kan je verschillende activiteiten doen. Je kan jetski huren of in zo'n bananenboot of visboot zitten. Dat ze je meesleuren. Dus we gaan even kijken wat we daar gaan doen. En voor nu ben ik nog even aan het chillen. Hier bij het water. Het is wel echt heet. De zon brandt echt in mijn gezicht. Maar het is super relaxed nu. Dit is de eerste dag dat we een beetje laat wakker zijn geworden. Max 10 uur. Ik ga me zo klaarmaken. En dan gaan we ergens ontbijten. En dan naar Banana Beach. We komen bij Banana Beach. En het is hier zo mooi. Je hebt echt mooi gras hier. Het is hier echt mooi. Dit is ongeveer een half uurtje van Sakintos. Het is echt heel mooi hier. We gaan nu denk ik een jetski huren. Nog even iets tussendoor. Ik zag gisteren dus in een winkeltje, zo'n goedkoop winkeltje, zag ik nagellak. Nou, ik was op zoek naar een lichte kleur roze. En ze hadden één lichte kleur roze. En die nagellak was €1,50. En die andere nagellakjes, die waren allemaal €5. In Nederland heb ik dat nog nooit meegemaakt. Maar ze waren dus allemaal €5. Maar ze hadden geen licht roze. Dus ik dacht van ja, voor die 1,50 kan ik net zo goed niet kopen. Want de kwaliteit is heel laag. Ik heb dus uiteindelijk toch nagellak gekocht. Van die 1,50 dus. Mensen, ik ga jullie eerlijk zeggen. De kwaliteit van deze nagellak is top. Normaal gesproken doe ik het altijd. Doe ik altijd twee keer lakken. Maar ik zeg jullie eerlijk. Beste nagellak ooit. €1,50. We zitten lekker op de jetski. Er zijn heel veel golven nu. Waardoor, ik kan niet zo goed gas en filmen. Want er zijn zo hoge golven. We hadden beter de volgende dag kunnen gaan. Maar voor hun is het in ieder geval hier. Mooi. Dag 4 en we zijn al naar zoveel plekken geweest. Dus gewoon, we hebben tot nu toe nog geen rust gehad. Dus morgen is het gewoon rustdagje. En dan gaan we gewoon even bijkomen. Good morning mensen, we zitten in de auto. We hebben voor 2 dagen de auto gehuurd. Om 1 dagje naar Navajo te gaan. Ik weet niet eens of ik het goed uitspreek. Maar het is Shipwreck Beach. De welbekende, mooiste strand van Sakintos. Dus daar gaan we morgen naartoe. En vandaag gaan we naar Porto Roxa. En Porto... Wauw, dat is mooi. Porto Roxa en Porto Limnionas, volgens mij. Dat is wel ideaal om voor 2 dagen gewoon een auto te huren. En dan leveren we morgenavond in. Nou, wat ik wilde zeggen. We hebben dus ook een boot gehuurd. En het is echt niet normaal mooi. Wat voor kleur water ze bijna overal hebben. Het is gewoon allemaal een tint blauw. De ene keer was het turquoise toch? En de andere keer was het lichtblauw, babyblauw. Echt bijna even blauw als het zwembad. Dus echt ziek. En daarom ben ik ook zo benieuwd hoe blauw het water in Navajo is. Als je je foto's ziet. Gisteren heb ik trouwens niet gevlogd. We hebben ook niet zoveel gedaan. Want die andere dagen daarvoor hebben we genoeg gedaan. Dus we dachten 1 rustdag is ook goed. En aangezien we hier 2 weken zijn, hebben we nog genoeg te doen. Dus gisteren zijn we naar de stad geweest. En gewoon een beetje gechilled bij het zwembad, strand. Kijk, ik heb mijn henna ding laten fixen. Want hier was het een beetje uitgeschoten. En nu is het een stuk mooier ook. Minder dik ook, maar ja. Het is gewoon wel leuk voor nu. Onze eerste bestemming. Porto Limnionas. Als ik het goed uitspreek. Het is hier prachtig.
prachtig. Kijk dan. Mooi. Wat mooi. Hij is net gezwommen, maar het is hier zo rustgevend. We zitten nu dus op Porto Limnionas en ik zei net dat we naar Porto Roxa gingen, maar het is dus hier. En het is echt een aanrader om een auto te huren en dan naar verschillende stranden te gaan met de auto. Want ik zeg jullie eerlijk, dit soort strandjes ga je niet zien met een, of hoe zeg je dat? Je gaat dit soort plekken niet snel vinden als je geen auto hebt. Hoe mooi is dit? Hoe pretty! Nou, we gaan nu dus onderweg naar Porto Roxa. Dit was Porto Limnionas. We hebben net lekker gegeten. En nu stappen we weer in de auto op naar de volgende strand. Lekker hoor. Plek. Mooi man. Even kort update. De plannen zijn gewijzigd, want we zouden eigenlijk naar Porto Roxa gaan. Omdat dat naast... Ik ook dezelfde. Ja, omdat het ernaast lag, dachten wij van ja, we hoeven niet naar hetzelfde plek te gaan. We zijn nu in Xigia Sulfur. Hier heb je collageen. Dit is een collageen strandje. Maar ik zit even te kijken, grap. En moet je zien. Dit is gewoon nog blauwer dan dat we eerder hebben gezien. Zo, hé. Ja, dit is nog mooier, denk ik, dan die andere. Qua water in ieder geval. Zo. Ik zit hier nu, kijk hoe mooi, ik zit hier nu tussen de olijfbomen. Letterlijk, alleen maar olijfbomen. Oh kijk, daar heb je Bren. Gelukt? Ja, vreselijk. We hebben even een handdoek gehaald voor een paar eurotjes. Die vrouw zei tegen mij 10 euro. Ik dacht, bro, even serieus. Wat? Je mond. Oh. Oh, kijk, we zijn nu dus bij dat strandje. Xigia Sulfur heet het. Wacht, ik doe even zo, want anders is het een beetje moeilijk praten. Ik ga jullie laten zien, hè. Dit zand is zoveel anders dan andere stranden. Kijk, hier zit dus natuurlijke collageen in. Maar moet je even checken. Stel, ik doe dit op mijn been, toch? Het lijkt gewoon alsof het een masker is voor je gezicht of voor je lichaam. Ja, kijk, we hebben dus hier een beetje ingedaan met wat water. Het is ook hartstikke mooi blauw hier. Ik zit hier met mijn mooie zwemschoenen. Kijk, dit is gewoon als een... een soort scrub. Goedemorgen mensen, we hebben vanochtend lekker ontbeten bij het hotel. En we zijn nu onderweg naar Navajo, als je het zo uitspreekt. In ieder geval Shipwreck Beach. Het is ontzettend druk, het is bijna 12 uur. Ik weet eigenlijk niet eens waar mijn horloge is. We hebben het echt geluk gehad dat we snel naar binnen konden. Want het wordt zeg maar afgezet met lint. Dus dan is het eigenlijk de eerstvolgende auto die eruit gaat. Ja, dan kan er weer eentje in. Pas op hoor voor die stenen. Ik heb net zojuist mijn teen gestoten. En ik ben zo blij dat ik die zwemschoenen heb gekocht. Want op sommige stranden heb je zoveel van die kutkleine steentjes. Kijk even serieus, kijk waar ik nu loop. Hier heb ik net meteen gestoten. En hier staan allemaal van die kleine heuveltjes. Kanonnen, dit is toch te prachtig om te zien. Dit is gewoon echt mooi. Hoe mooi is dit? Zo. We dachten even mooi dat we naar het strand gingen. We dachten dus dat je lopend naar het strand kon gaan hier op Shipwreck Beach. Nou, dus is mooi niet waar. Dus we lopen nu helemaal terug naar boven. En dan gaan we in Porto Fromi hebben we het te horen gekregen. Kan je een boot huren.
of zo een tour krijgen. Even kijken wat we gaan doen. En dan doen we dat gewoon om naar dat strand te gaan. We wisten oprecht niet dat je niet lopend erheen kon. Maar ja, nu gaan we dus ergens anders naartoe. Om alsnog naar die strand te gaan. Zie ik jullie zo weer. Oké, mensen, we hebben gefixt. We hebben hier een ticket. Twee tickets. Om naar de Shipwreck Beach te gaan. Maar niet alleen daar. We gaan een uurtje naar de Shipwreck Beach met deze tickets. Dan naar nog een aantal witte stranden. Dat is ook heel leuk. We gaan naar de Blue Caves. Dat is ja, best wel bekend, toch? De Blue Caves. En naar White Beach. Dus ja, ik ben echt heel erg benieuwd. We zijn aangekomen in Porto Fromi. En hier is het water ook echt prachtig. Moet je kijken. Hier gaan we zo meteen in de boot stappen. En dan gaan we richting Naviago. Het water is echt niet normaal blauw. We zijn aangekomen op Shipwreck Beach. Het is hier echt ongelooflijk mooi. Ik zit nu precies achter het schip. Ik kan niet zo goed zien, ik heb een zonnebril nodig. Er is hier geen eten en Brandon heeft super erg honger. En er zit een omaatje naast ons. En hij vroeg dat ze eten aan haar. Besef, zij is zo lief. Volgens mij zijn Griekse omaatjes echt lief. Ze heeft gewoon croissantjes gekregen omdat hij gewoon honger had. Zo meteen lekker zwemmen. Kijk hoe mooi. Als je hier ooit naar Zakynthos gaat, als je hier niet bent geweest, dan mis je echt. Het is toch niet te filmen dit. Zo blauw. En we hebben echt veel blauw water gezien, hè. Maar dit is gewoon, ik weet niet, dit is gewoon wit, wit-blauw. Het is helemaal verroest of zo. We gingen net hier achter foto's maken, daar zo. Maar ze hebben het bewust afgezet omdat mocht het ding instorten, dan valt het ongeveer een beetje daar. Dus dan ja, ga je niet direct dood. Van alle witte steentjes hier heeft Brandon hier zo net een groene gevonden. En ja, ik dacht dat is het snoepje van iemand die hem heeft uitgespuugd of zo. Nou, ik pak hem, ik pleur het weg. Hij zegt, wat doe jij? Straks is het een echte mooie steen. Oeh, oeh. In ieder geval, we hebben hem weer gevonden. Want ik had hem niet zo ver gegooid vanwege al deze spullen. Dit is hier een groene steen. Nee, dit is echt van alle stenen die je hier hebt, heb je hier een groene. Ik vind het nog steeds echt ongelooflijk. Hoe hier gewoon overal, maar dan ook echt overal waar wij naartoe gaan, is gewoon blue. Gewoon blauw. Helemaal blauw. Dat is toch niet normaal dit. We zijn terug van Shipwreck Beach. Toen zijn we naar Porto Fromi gegaan. En daar zijn we dus weer afgezet. En ik heb zo lekker geslapen daar. Gewoon een uurtje. Maar hij heeft me ook niet wakker gemaakt. Dus blijkbaar had ik het echt nodig. En nu gaan we terug naar de stad. Even eten. Ik heb echt zin in een pita gyros. Dus ik denk dat ik wel even naar achter ga knallen. En we zijn even gestopt. Want hij ziet een koe. Hij ziet gewoon een koe. De eerste koe.